Beste kijkers, veel Turkse Nederlanders gebruiken hun medicijnen niet op de juiste manier of gebruiken medicijnen die niet voor hen bedoeld zijn. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom heeft Vereniging DSB hun jaarlijkse medicijnencheckdag georganiseerd, die weer massaal werd bezocht door vrouwen uit de Afrikanenbuurt. Uit onderzoek blijkt dat medicijngebruik het meest misgaat bij mensen met een Turkse en Chinese afkomst. Dit komt doordat deze groepen niet weten hoe ze de medicijnen moeten gebruiken, op de verkeerde manier medicijnen combineren of medicijnen gebruiken uit het land van herkomst, omdat ze deze meer vertrouwen. Ook komt het voor bij deze groepen dat ze hun eigen medicijnen aanraden aan familieleden, kennissen en vrienden, voor pijnklachten waar de middelen niet voor bedoeld zijn. Dit zorgt voor grote zorgen en brengt ziektes met zich mee, maar ook verschillende bijwerkingen. Om dit te voorkomen organiseert Vereniging DSB voor de tweede keer in de Afrikanenwijk de medicijncheckdag. Siz ilaçlarınızı Hollanda'dan mı Türkiye'den mi aldınız? Ben buradan alıyorum. Buradan alıyorum evet. Ev doktoruma varıyorum, ev doktorum yazıyor. Ev doktorunuz yeterli açıkladı mı nasıl kullanacağınızı? Vallahi hiç açıklamadı da işte benim problemim şu şey olmuş oluyor, hap olmuş oluyor. Benim buralarım böyle hep leke olduydu. Onun için geçen gittim, belki dedi bu hap yapabilirdi, başka hap yazdı. İyice de dilimiz yeterli olmadığı için biz bilmiyoruz işte anlatmasını. Doktor yeterli açıkladı mı nasıl kullanacağınızı? Evet, açıkladı. Yalnız bir tanesini şunu herhalde yanlış yapıyormuşum. Onu düzelteceğim. Şu muydu o ha şunu? Burada mı öğrendiniz yanlış kullandığınızı? Aslında biliyordum da acaba diyordum işte doktora gideyim de onu tekrar beni baktırayım diyordum. Siz geldiniz daha iyi oldu yani. Sizden öğrendim daha iyi oldu. O zaman buraya gelmekle çok iyi bir şey sizin için. Biz buraya zaten haftada bir geliyoruz. Geçen de bize böyle olduğu için de daha memnun olduk tabii ki. İyi oldu böyle olduğu için. Daha dilini biliyor, ötesini biliyor, güzel oluyor. Leerlingen apotheekassistenten aan het Albeda College gaven advies over de medicijnen die vrouwen meenamen. En leerlingen medische hulpverlening van de Hogeschool Rotterdam checkten de glucose en bloeddruk van de Turkse vrouwen. Nou, u heeft sowieso een aantal scholen en zelfs de GGD bereid gevonden. Waarom wilden zij graag meewerken? Het is sowieso de studenten zelf wilden graag meewerken. Van de Albeda wilden graag meewerken omdat ze de opleiding apothekersassistenten doen. En op deze manier kunnen ze zelf ook ervaring opbouwen. Ja, in de praktijk bouw je natuurlijk meer ervaring op. De reden dat ze wilden meedoen is ook omdat ze zelf een bijdrage kunnen leveren. Ja, van Hogeschool Rotterdam, ja, zij doen de bloeddrukmetingen en de glucosemetingen. En daar worden ze ook in opgeleid. Hoe ging het vandaag? Het ging goed, het was echt leuk met mensen praten en zo. Het gaat goed. En wat wilden de mensen of de vrouwen het vaakst weten eigenlijk? Nou, meer of ze medicijnen samen kunnen gebruiken. En of dat kwaad heeft en de tijdstip van medicijnengebruik. En meer ook om het babbelen eigenlijk. Ja. Meer om hun dingen kwijt te hebben. Hoe gaat het? Gaat goed. Helemaal actief meedoen. En gaat prima. En hoe staat het met de suiker van de Turkse vrouwen? Dat valt nog een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, alleen ze zeggen eigenlijk een beetje dat het komt door het ontbijten. En dat het eigenlijk normaal niet zo hoog is. Maar over het algemeen is het wel iets hoger dan verwacht. Is het de eerste keer dat je praktijkervaring eigenlijk opdoet? Natuurlijk doe ik in de apotheek. Sta ik ook heel vaak aan de balie hoor. Maar dit doe ik wel voor het eerst. Echt met Turkse vrouwen dan echt Turks spreken. Want in de apotheek mag ik dat niet. Ik mag niet Turks spreken. Soms krijg ik wel een Turkse patiënt die dan iets wil vragen, maar dan mag ik dat niet in Turks antwoorden eigenlijk. Vind je dat niet moeilijk? Want dat is misschien gaan ze straks dan medicijnen verkeerd gebruiken omdat je ze niet in hun eigen taal mag aanspreken. Ik vind dat wel moeilijk, ja. En dan vragen zij zeg maar in Turks, dan moet ik toch in Nederlands weer antwoord geven. Ik vind dat wel vervelend, maar... Ja, ik kan er ook niet zoveel aan doen. Gewoon, het is meestal niet zoals aan de balie. Aan de balie zeg je gewoon bijvoorbeeld één keer per dag één tablet en dan klaar. Meestal gaan de patiënten dan ook geen vragen stellen. Oh, hoe dan? Maar hier ja, hebben ze de kans om meer vragen te stellen. En wat vragen ze zoal? Ja, ik denk dat ze meestal ook niet weten... Welke medicijnen voor wat is. Precies. Zeggen bijvoorbeeld, dit is voor mijn hart, denk ik. En
Dus ze nemen wel netjes alles op tijd, alleen weten ze eigenlijk niet. Weten ze überhaupt wel wat voor aandoeningen ze hebben dan? Dat weten ze wel. Ik heb hier pijn, daar pijn. Şekerim yüksek çıkıyor biraz. İşte çok hap içiyorum, çok şey yapıyorum, bilmiyorum yani. Yani ben memnunum buradaki doktorlarımdan şeyimden. Siz genelde burada mı, Türkiye'de mi doktora gitmeyi tercih ediyorsunuz? Burada daha tercih ediyorum. Şimdi Hollanda doktoruna yeterli açıklayabiliyor musunuz nelerden rahatsız olduğunuzu? Tabii, tabii. Ben yıllardır hastayım, yıllardır kontrol altındayım. Benim çocuklarım var yani. Çocuklarımı götürüyorlar, konuşuyorlar. Yani güzel, benim dilimin yetişmediği yerlerde de onlar konuşuyorlar. Leeftijd vragen we eigenlijk niet af, maar dat vragen, dat vertellen ze natuurlijk spontaan zelf. En ik zie wel dat dat echt beïnvloedt, want ja, Turkse cultuur is ook een breed keuken en dan heel veel lekkere dingen ook. Dus zoet? Heel veel zoet, ja. Ja. En ook heel veel eten met deeg dus, en broodjes, lekkere broodjes. En vrouwen sporten natuurlijk ook niet. Ja, alleen ik heb wel gemerkt dat ze wel altijd proberen te voldoen aan de dagelijkse norm, half uurtje. Dat heb ik wel echt gehoord, dus dat vind ik wel fijn eigenlijk om te weten. Ja. Verbaast dat je? Dat verbaast me, ja. Ze proberen wel echt aan die 30 minuten te komen. Ja, door voor de tv te sporten of even naar buiten te gaan met de vrienden. Ölçtürdüm. Nasıl çıktı? Yüksek çıktı. 8-15 çıktı. Halbuki benim tansiyonum devamlı düşük çıkar. Heyecandan mı acaba? Bilmiyorum ki valla. Onu diyorum. Diyorum ki sabahleyin ilk işim ev doktoruna gitmek diyorum. Şimdi size sorular da soruyorlar, hangi rahatsızlıkları yaşadığınızı. Allah aşkına hiçbir rahatsızlığım yok benim. En hoe is het zo'n ervaring in het Turks met de vrouwen? Een beetje lastig. Ja, ja, je bent natuurlijk heel erg gewend om Nederlands te praten. En soms lukt het niet om op die Turkse woorden te komen. En dan, ja, dan moet je echt helemaal uitleggen. Dat is, maar het komt wel goed. Ja. Nou, de vrouwen wachten op je. Ja, dus ik ga er maar. Bent u tevreden over de dag? Ja, zeker. Er zijn natuurlijk een hoop vrouwen gekomen. Ja, de studenten doen heel goed hun best. Ze vinden het ook leuk om te doen. Ja, ik ben zeker tevreden. En hoe belangrijk is het, zo'n dag voor die vrouwen, een medicijncheck? Ja, het is wel heel belangrijk. Ze moeten natuurlijk wel de medicijnen goed gebruiken. En ja, ze moeten goed op de datum letten en ja, ze moeten weten dat ze de medicijnen niet moeten mengen. Ja, dat is dus eigenlijk best wel belangrijk voor ze. Ja.